Hoi boogschutters, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor die likes, voor jullie reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button, het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd zien krijgen. Ik ga een engelenkaart trekken voor de boogschutter voor december. Wel zo toepasselijk denk ik. Sterrenbeeld boogschutter, 1 kaart alsjeblieft voor sterrenbeeld boogschutter. Sterrenbeeld boogschutter, 1 kaart voor sterrenbeeld boogschutter. Sterrenbeeld boogschutter, oké, daar is die al boogschutter. De kaart is geloof in dromen. Misschien heb je dromen die je waar wil maken en ben je daar hard aan het werk. Maar volg ook je eigen, je ziet hier ook een vrouw die een groter beeld van zichzelf krijgt of heeft of droomt. Geloof in uitbreiding, geloof in je talenten, geloof in jezelf. Dus het is heel belangrijk om in je dromen te blijven geloven. Dromen zijn geen bedrog. We gaan eventjes kijken naar wat de kaarten zeggen voor de boogschutter op dit moment. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld boogschutter op dit moment? Sterrenbeeld boogschutter. Ik had graag 3 kaarten voor sterrenbeeld boogschutter. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld boogschutter op dit moment? Universum. Oké, daar gaan we. Sterrenbeeld boogschutter. De eerste kaart is de 7 van staven. Vuur, energie, ram, boogschutter. Ram, leeuw, boogschutter. Dan de zon omgekeerd. Misschien heb je met een leeuw te maken. En de 5 van pentakels. En de ridder van zwaarden. Boogschutter, ik heb het idee dat jij tot op de bodem van iets gaat komen. Door middel van vragen te stellen. Je gaat een gesprek aan en je zegt, ja, ik tolereer dit niet langer. Ik wil precies weten waar we aan toe zijn, hoe het zit. Misschien een liefdespartner, iemand die in en uit is. Iemand die continu jouw gouden bergen belooft en dan weer er tussendoor gaat. De ridder van zwaarden is dus, dus het heeft geen zin om continu af te wachten. Ik heb het idee dat je al heel lang in een wachtfase zit. Van ja, ik wacht maar tot deze persoon verandert. Maar dan kun je wachten tot je een ons weegt. Ik heb het idee dat je met iemand te maken hebt die een beetje in en uit is. Die het wel best vindt zo. En zich misschien ook wel helemaal niet wil committen bij jou. Of met jou bedoel ik, met jou. En misschien ben je een beetje bang voor het echte gesprek. En misschien krijg je ook wel mixed signals van deze persoon. De ene keer belooft hij je gouden berg en de andere keer is hij weer vertrokken. Dus ik denk dat het tijd wordt om de koe bij de horens te vatten, boogschutter. En jou uit deze wachtstand te halen. En een heel erg goed gesprek waarin je dus duidelijk je mannetje gaat staan. In je kracht gaat staan. Ik zie dat jij bent een bijzonder mooi persoon. Je maakt je dromen waar. Je werkt aan jezelf. Je bent heel charismatisch. Je bent heel erg lief voor anderen, heb ik het idee. En jij verdient iets beters, boogschutter. Dus je verdient in ieder geval de waarheid. Maar misschien vind je het wel eng, omdat je dan een antwoord zou kunnen krijgen wat niet direct jouw antwoord is. Dus boogschutter, de enige manier om erachter te komen of deze persoon werkelijk bij je wil zijn, is om het gesprek aan te gaan. Ik zie dat er nu stilte is tussen jullie. En daar schiet je niks mee op, want die energieën die blijven gewoon bestaan. Hè? Het gaat allemaal over de energieën. Als je met iemand verbonden bent, op welke manier dan ook, dan gaat het erom dat die energieën goed moeten zijn. En anders, als het voor jou niks oplevert en je blijft elke keer met 0 op het request achter, hè, de 5 van pentakels, iemand is niet thuis of iemand geeft niet thuis. Ja, dan zou ik zeggen, trek de stoute schoenen aan en open het gesprek. En vraag heel eerlijk wat deze persoon nou eigenlijk van je wil. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat het antwoord
niet is wat je wil horen, maar het is wel duidelijk. Dus duidelijkheid scheppen voor jezelf, uit die wachtstand komen, want ik denk dat je al heel lang wacht, boogschutter. En het wordt tijd om helderheid te krijgen. Dit is echt de kaart van onduidelijkheid. De som omgekeerd betekent geen helderheid hebben, geen duidelijkheid hebben over een situatie. Misschien een liefdessituatie. En als je daarmee doorgaat, boogschutter, dan ontneemt het jou de kracht en niet de ander. Want de ander die weet al lang dat er weer jou binnen en naar buiten kan stormen. En dat jij heel galant en aardig en hardwerkend iemand bent en dat hij daar hij of zij mee wegkomt. Dus lieve boogschutter, ik zou zeggen, confrontatie en de waarheid moet boven tafel komen. Jullie zijn natuurlijk ook het teken van de naakte waarheid. De boogschutter houdt niet van spelletjes. De boogschutter is zelf altijd heel eerlijk, gaat goed om met gevoelens van anderen. Dus waarom zou jij zelf, boogschutter, dan het toestaan dat iemand jou niet zo behandelt? Dus, en daarnaast blijf in je dromen geloven, want je bent hard op weg om je talenten te ontwikkelen, om iets te gaan betekenen. En nou, niet dat je nog niks betekent, maar ik bedoel om groter te groeien, om te expansie te krijgen. Ja, het was een beetje een warrige reading van mijn kant. Komt dat ik heel moe ben. Maar ik hoop toch dat je er iets van opgesnopen hebt, boogschutter. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!